Hallo en welkom iedereen bij weer een nieuwe video. Nou, voor sommigen het, uh, is, is het geen verrassing dat het kanaal weer Finance heet. Uh, maar voor sommigen ook wel. Dus laat ik even toelichten wat er aan de hand is hier. Um, Justin en ik gaan niet meer samenwerken. Dat betekent dat hij verder gaat met de oude Discord, wat voorheen Bitcoinbaas was. En ik ga verder met wat voorheen het YouTube kanaal Finance was. Uh, zo, gaan we dat ook, uh, zo, zo, zo hebben we dat verdeeld, zo gaan we gewoon verder. Dat betekent dat voor iedereen die een VIP-lid was en of is voor de oude Bitcoin baas... zij kunnen gewoon door blijven... Uh, um. Ze kunnen gewoon door blijven gaan. Ze kunnen door blijven betalen. Voor degenen die niet door willen gaan, is er vast ook wel oplossing aan Justus Kant. Um, voor degenen die mij willen joinen in mijn, in mijn nieuwe slash oude Discord, dat kan. Links staat in de omschrijving, links staat in de YouTube. En um, ik zal vast ook de um, uh, links op andere plekken delen. Um, maar hier, wat we hier in de Discord nu gaan doen, is voor nu is er geen VIP. Uh, want er is simpelweg gewoon geen constructie voor een VIP. Dus alles wat ik voorheen deed. En meer in de VIP van de oude Bitcoinbaas doe ik nu gewoon gratis. We geven gewoon gratis uh, marktupdates weg. Elke, elke dag dat doen we in de vorm van spraakmemo's. Doen we soms in de vorm van video's. En dat doen we ook soms in de vorm van gewoon simpelweg tekst. We hebben nog steeds DCA setups. Um, eigenlijk, eigenlijk alles wat we gewend waren van de VIP... zou ik nog steeds doen voor, uh, zou ik nog steeds doen voor finance in de eigen Discord. Nou, ik weet ook dat we heel veel benieuwd zijn naar de, uh, naar de waarom... Um, volgens mij heeft Justin wel zijn kant van het verhaal uh, uh, toegelicht. Ik laat mijn kant van het verhaal laat ik gewoon voor wat het is. Um, en wellicht komt er later nog wel aan het licht. Nou, dat gezegd hebbende, ik denk dat er ook nog de laatste aankondiging: uh, dat belangrijk is voor deze video, is: ik zou op de YouTube zelf. Zou ik um, eens in de twee weken of eens in de vier weken, zou ik nu nog maar een marktupdate gaan doen. Um, net zoals dat deze video ook een marktupdate video is. Voor de rest gaat het allemaal verplaatst worden naar de Discord. En wellicht later naar een ander platform. Maar dan moeten we nog zien. Hopelijk kan het gewoon blijven in de Discord. Uh, maar we moeten even kijken wat het best werkt voor, voor iedereen. Wat het best werkt voor jullie. En wat het best werkt voor mij. Nou, dat gezegd hebbende. Laten we gewoon direct duiken in de Bitcoin prijs. Want de Bitcoin prijs is. Heel erg spannend op dit moment. We zagen een hele mooie rally. We hebben mij uh, um, op stream al horen zeggen dat um, dit hier de cycle low was voor de vorige cycle. En eigenlijk ook omdat we um, best wel snel omhoog zijn gegaan. Um, was mijn vermoeden ook dat we wel een correctie konden gaan verwachten. Maar ik had hier eigenlijk, in alle eerlijkheid, wel continuation verwacht. Maar zoals we ook hier konden zien. Um, zagen we opeens een keiharde rejection. En ging de prijs gewoon heel snel weer naar beneden. En nu zitten we wat in voorheen. Scenario rood. En ik zal even kijken of ik dat kan vinden in een marktupdate op een ander scherm. Ik zal er even bij pakken. En ah ja, kijk. Dus niet zitten we in scenario rood. Dus eerst was het scenario oranje. Nu zitten we in scenario rood. Echter, scenario rood wijst nog steeds omhoog. Um, maar scenario rood ging er ook wel vanuit dat we eigenlijk hier al een snelle correctie naar beneden zouden kunnen krijgen, om vervolgens weer verder te gaan met de uptrend. Nou, de nuance is, is dat we scenario rood hebben gekregen, maar we hebben iets van tien dagen later gekregen dan ideaal zou zijn. En dat betekent nu ook als we even kijken naar de huidige daily cycles. Nu zitten we al op dag. 30 van de huidige Bitcoin Daily Cycle. Over het algemeen, als de trend echt positief was geweest, dan zaten we op dag 30 zaten we ongeveer of hier of hier. En dan konden we rond dag 37 konden we ongeveer of hier zijn. Of wellicht al bij all-time High. Dat hebben we niet gezien. Um, in plaats daarvan, ze hebben ongeveer op dag... Wat is dat eigenlijk? Hebben we op dag 24 een top gevonden. En nu um, zitten we op dag 30 op een low. Dus de kans dat wij nu nog um, een higher high gaan maken. is gewoon heel erg laag. Want we zitten gewoon immers te ver in de cycle. En we zitten te laag op de prijs. Nou, dat gezegd hebben, dat betekent dat niet. dat we niet even een bounce kunnen gaan verwachten. En dat heb ik ook aangekondigd in de. in de. in de marktupdates. Namelijk, als ik, even, als ik even snel kan zoeken van. Um, in het begin was het van oké. Okay, um, we zitten in scenario rood, dus we kunnen uiteindelijk een tijdelijke bounce gaan verwachten. Ik heb ook gezegd, we zitten ook in een falling channel. Dus het is perfect als we hier nogmaals een bounce kunnen gaan verwachten. En het zit ook exact op horizontaal support. Als we een stukje verder omhoog gaan scrollen, heb ik ook gezien. Van, heb ik ook gezegd van hé. Hey, om nog steeds in scenario oranje te zitten, hadden we eigenlijk al op de 63.000 een sterke bounce moeten zien. Um, en ook hier bij 63.000 of bij 65.000 zagen we sterke rejection terug op 63.000. Dus we zitten in scenario rood, oogt bearish. Maar we kunnen waarschijnlijk gewoon op deze, deze prijzen een bounce gaan verwachten. Nou, als we op de 4-uur-chart gaan kijken, dan kunnen we dat ook een klein beetje zien. De, um, de RSI begint een klein beetje omhoog te kruipen. Het lijkt erop dat de verkoopdruk op dit moment. Um, um, aan het verminderen is. Nou, we zien ook telkens consolidatie je gaat naar beneden. Um, dit is ook een consolidatie. Dus traditioneel gezien zou je zeggen van dan ga je hier ook verder naar beneden. Maar ik denk eigenlijk dat, dat we hier wel de voor de komende dagen op zijn minst een bounce kunnen gaan zien. Wellicht duurt deze, deze bounce um, um, een klein weekje of dat we een bounce kunnen gaan verwachten tot aan dag 33, tot aan dag 35. Dat betekent ongeveer tot aan... Wat is het nu? Het is nu zondag. Dat betekent ongeveer dat we tot aan woensdag wellicht een kleine bounce kunnen gaan verwachten. Tot of aan de witte resistance of aan de onderkant van de groene resistance. En vervolgens is mijn vermoeden dat we ongeveer um, een lower low gaan maken deze cycle. Nou, dat zou ook goed kunnen dat we ongeveer uh, lager gaan dan de, dan, de twee, dan de 53k. Dat komt uiteindelijk op neer dat de 50k nog steeds een target is. Wat nog steeds prima is, want nogmaals... Bitcoin is op dat punt nog steeds maar 31% gedaald. Nou, altcoins lijken heel erg extreem. Die leiden er enorm onder. Maar voor Bitcoin is er niet echt heel veel aan de hand. En ook deze periode doet me ook heel veel denken aan deze periode hier. En laat ik hem even af gaan tekenen. Ik dacht dat ik dat had gedaan, maar volgens mij is die niet opgeslagen. Hij is er wel, hij is gewoon zwart. Dat was niet de beste kleurkeus. lijkt iets te veel op elkaar. Zo so, blauw. Oké, okay. dus waar hebben we mee te maken met deze scenario hier? En laten we even um, deze boxes iets groter maken. Zo, zo. Dus dit zijn de boxes. Waar right? dus wat zien wij in deze boxes? We zien ten eerste een periode. En deze moeten we even gaan tellen. We zien een periode die in totaal 191 dagen heeft geduurd. En wellicht zou je dit ook helemaal um, door kunnen tekenen tot aan dit... dat er eindelijk weer een nieuwe high werd gemaakt. Dus in totaal duurde dit ongeveer 200 dagen. En vanaf het moment dat hij ook zijwaarts ging, duurde het 219 dagen. Maar laten we even zeggen, vanaf deze top hier... duurde het 196 dagen um, um, voor deze zijwaartse periode. Nou, waar, wat, wat zagen we deze zijwaartse periode? We zagen een dalingsperiode. Die duurde ongeveer 70 dagen... Vervolgens zagen wij een zijwaartse periode van ongeveer 53 dagen. En later zagen wij een dalingsperiode, slash wederom een zijwaartse periode. We zijn ongeveer hier gaan dalen voor ongeveer 10 dagen. Um, en totdat we daar weer uitbraken, totdat we weer uitbraken in die zijwaartse periode. Um, dat duurde ongeveer 77 dagen. Dus in totaal kom je dan neer op die 196 dagen, right? Dus als we even hier gaan kijken, van oké, okay, wat hebben we eigenlijk hier gezien in de hele tussentijd? We hebben hier een dalende periode gehad in de vorm van een falling channel. Net zoals dat we hier in de vorm van een falling channel naar beneden gingen. Dus dat maken we even rood. Vervolgens hadden we een soort van kleinere zijwaartse periode hier. En wellicht is dit onze hele zijwaartse periode. Um, in principe was dit een kleine hogere uh, zijwaartse periode, maar nu, achteraf, als je er zo naar kijkt, is dit wel licht de hele zijwaartse periode. En wat we nu zien is een snelle daling uit die zijwaartse periode. En nu hier ook een snelle daling uit die zijwaartse periode. En wellicht gaan we of verder naar beneden, of we gaan gewoon zijwaarts op deze manier. En als het ongeveer net zo lang mocht duren. Als de vorige keer, dan kom je gewoon uit op een periode waarbij we nog best wel lang zijwaarts zouden kunnen gaan. Of dat het best wel lang duurt, op zijn minst totdat we echt de hoogtes inschieten. En Dan komen we echt uit op oktober. Dus laten we even gaan meten. Dus dit duurde ongeveer. Um, dit was een zeer vergelijkbare periode: 72 dagen tegen 68 dagen. Vervolgens de witte periode was. Uh, Um, zou in theorie de kleinste periode zouden moeten zijn. Um, maar het rijmt nooit helemaal exact. Hier 53 dagen, hier ook 73 dagen. Um, en als we weer geschiedenis zouden herhalen, zou dit ongeveer net zo lang mogen duren. Dus zou het ongeveer 77 dagen duren. Dus laten we zeggen ongeveer hier 70 dagen. Alright, dan moeten we deze box kleiner maken. En dan komen we toch uit dat, dat we pas bij, bij oktober pas weer altim highs kunnen gaan maken. En in deze periode is het een beetje een wildcard. Gaan we waard zoals we dat hier gingen, of gaan we een klein beetje naar beneden om vervolgens nog een, uh, een nieuwe bodem te gaan vormen, of gaan we hier al um, voor de komende 70 dagen zijwaarts. Dat is me net even de vraag. Geschiedenis had zich nooit helemaal, uh, maar het rijmt vaak veel. Dus we kunnen of naar beneden of we kunnen nog een beetje zijwaarts gaan. Het is ook een beetje om het allemaal in perspectief te gaan plaatsen. Uh, mensen zeggen van het is niet normaal om in de boelmarkt zo lang zijwaarts te gaan. Uh, dat is niet helemaal waar als we gewoon kijken naar deze periode hier. Wat voor mij definitie nog steeds een boelmarkt is. Kan je gewoon zo lang zijwaarts gaan. Ook hier als we de voorgaande um, periodes gaan uh, vergelijken. Ook dit. ...zou je kunnen zien als één hele grote zijwaartse periode... ...met de COVID-crash als uitzondering. En als je dit bijvoorbeeld meet... ...dan zie je toch ook wel van... ...oké, okay, ja, je ging bijna 400... ...bijna 500 dagen... ...ging je zijwaarts rond dezelfde prijs. Hè? Het was dan wel een range van 65%. En dit, als was, dit was dan een range van 34%. En deze range is dan volgens mij nog kleiner. Is er ook iets van 30%. Um, maar het zijn gewoon allemaal zijwaartse ranges. ook hier... Had je in principe gewoon één grote range... of één groot patroon, um, waarbij de prijs ongeveer um, niet zo heel veel deed. Dus je, je maakte hier in dit geval 200 dagen lang geen nieuwe high. En het zou niet heel gek zijn om te denken dat we hier wederom ook voor iets wat 200, uh, 200 dagen geen nieuwe high gaan krijgen. En dan, als we die nieuwe highs gaan maken, dan gaan we in onze laatste fase van de bull market. Maar voor nu. Um, ja, we moeten helaas gewoon op de blaren gaan zitten. Als dat betekent dat we hier zijwaarts gaan, dan betekent dat altcoins wellicht een nieuwe bodem gaan vormen. Als we hier licht naar beneden gaan, dan gaan altcoins simpelweg nog verder dalen. Zo simpel is dat ook. Dus um, het, is meer een, het is meer een video qua perspectief. De volgende marktupdate komt in ieder geval weer twee weken later uit. Ik heb een, uh, een video in de making waarbij uh, uh, coin reviews gaan bespreken. Dus deze, dit kanaal gaat... Veel vaker uh, uh, coin reviews bespreken van wat is een goede uh, investment thesis voor de lange termijn. En zo doen we dit vaak genoeg. Dan krijgen we ook opeens data om onze hypothese te testen. Van hé, hey, de manier waarop we dus bepalen voor uh, de manier waarop we dus lange termijn investeringen bepalen, is dus wel of niet correct. Als het wel correct is, cool, dan kunnen we mee doorgaan. Als het niet correct is, jammer, dan moeten we een andere manier gaan vinden. Maar dat is een beetje het idee. Uh, dat gaan we hier doen. Dus ik zou iedereen willen uitnodigen om in de discord te gaan. Uh, 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 je, bent niet, je bent uiteraard niet verplicht om dat te gaan doen. Maar het zou leuk zijn om jullie in, uh, in wederom de nieuwe slash oude Discord te zien. Uh, voor nu een fijne zondag. En ik wens uh, uh, iedereen een goede, uh, een goede week. En um, een hoddle strong. Niet al te veel in paniek raken. Um, dus ja, fijne zondag iedereen.